Wink TV. Internettelevisie op zijn turnouts. Marcel, de laatste thuiswedstrijd voor de winterstop. Van de uitslag worden we niet vrolijk. Hoe kijk je eigenlijk op deze periode terug? Ja, het is een afschuwelijk moeilijke periode geweest. Waar dat je natuurlijk heel negatief over zou kunnen praten. Maar ik wil er ook nog positief over praten, omdat wij dan toch in een onmogelijke situatie geprobeerd hebben er iets van te maken. En ook zelfs vandaag, als je dan die spelers ziet, bepaalde spelers, niet allemaal, dat die dan toch niet voor 100%, maar voor 300% gaan om er iets toch te proberen te realiseren. Ja, dan moet je zeggen, daar is toch nog een KV-turnout. En ik blijf erin geloven dat wij toch nog die omwenteling kunnen maken, zodanig dat wij die derde nationale niet moeten verlaten. Ik blijf daarin geloven. Dat is knap, maar ik ga even chronologisch proberen. Het begon heel moeilijk, hè? Eind juni, slecht nieuws, sponsor valt weg. De miserie begon daar, hè? Ja, het is natuurlijk allemaal begonnen op die fameuze 10 juli. Hè? Wanneer dat iemand van wat ideeën laat komen zeggen is dat het gedaan was. Dat wij dus geen steun meer zouden krijgen, geen spelers meer zouden krijgen. En op dat ogenblik hadden wij niemand. Wij hadden geen ploeg. En dus de andere ploegen waren allemaal al bezig met de voorbereiding. Die deden al trainingsmatchen. Het was nog een uzare stukje om veilig de competitie te kunnen beginnen. Wij hebben dus getwijfeld of dat we zouden starten. Uiteindelijk hebben we het wel gedaan omwille van de jeugd van Turnhout. We wisten dat het heel moeilijk zou zijn. We hebben dan een coach gevonden die eigenlijk aan voor niks kwam. We hebben dan spelers gevonden die voor niks zouden spelen. En zo in het begin wisten we dat we geen ploeg hadden. Die jongens hadden nooit samen gespeeld. Er waren er heel wat die vorig seizoen zelfs niet gespeeld hadden. En die moesten nu plots in derde nationale, onderschat dat maar niet, derde nationale competitie gaan spelen. En ik vind dat die dat uiterst goed gedaan hebben met inzet die bewonderenswaardig is. Maar natuurlijk, de resultaten bleven achter. Ja, en over de coach gesproken, die man heeft doet wel veel voor de club, hè? Ja, zo vind je nooit een tweede. Of dat hij de ideale coach is op sportief vlak, dat moet je wel vragen. Maar langs de andere kant vindt maar iemand die dat in die omstandigheden wil doen. We gaan het nu niet helemaal hebben over de debacle. Ik denk aan de 13-0. Dat was mijn eerste wedstrijd dat ik hier kwam kijken. 0-13 Capelle. Dat was eigenlijk niet echt een mooie introductie. Deze laatste wedstrijd is eigenlijk in hetzelfde bedje ziek, om het zo te noemen. Maar hoe kijk jij zelf vooruit na de winterstop? Ja, het is heel duidelijk. Als wij die ploeg niet kunnen versterken, dan zal het niet lukken. Wat we vandaag gezien hebben, is ook geen, als ik dat mag zeggen, geen derde nationale waarde. Nee, maar wat er vandaag gebeurd is, als je natuurlijk zo in het begin van de wedstrijd door die lijnrechter en je krijgt dan die goal tegen, dat een duidelijk buitenspel is. Het geluk was ook vaak weg, hè? Ik bedoel, ik heb op de wedstrijd in Hasselt gezien, Hoogstraat thuis. Het wou ook niet echt, de bal wou ook echt niet vallen voor Turnhout. Wij hebben dus de laatste wedstrijden in de laatste minuten veel punten verloren. En dat was inderdaad door misschien een beetje ongeluk, maar ook wel door het feit dat wij met een hoop jeugdige spelers zonder veel ervaring staan en die dat nog niet aankunnen om eventueel die wedstrijd eens een paar minuten stil te leggen. En wat gaan we doen na de winterstop? Wat gaat u als bestuur nog kunnen ondernemen? Waar geloof jij nog in? Wat heb je nog te bieden aan KV? Wel, ik geloof erin dat wij misschien toch wel een sponsor gaan vinden die ons een beetje financiële ruimte geeft om met enkele nieuwe spelers
het proberen waar te maken. Is er al een mondeling akkoord of kan je er al iets over kwijt of is het nog te vroeg? Het is eigenlijk nog te vroeg. We zijn met twee groepen bezig en die zijn alle twee volgens mij waardevol. De ene staat iets verder dan de ander. De ander is volgens mij een groep die ons misschien meer kan bieden. En daar zal ik in de loop van volgende week hoop ik een signaal van krijgen hoe ver dat staat. Ja. Want supporters, de mensen die ook blijven volhouden om hier te komen supporteren, ze zitten echt wel, toch wel te wachten op een kentering. Hè? Zoals in Racing Mechelen lopen er niet veel rond, denk ik. Mensen die zeggen hier, voilà, centen, doe ermee wat je wilt. Ja, dat kennen wij in het Overland niet. Hè. Maar ik moet de supporters die dan blijven, moet ik bewonderen dat zij toch achter die club blijven staan. En ik hoop dat wij hen na nieuwjaar daarvoor kunnen belonen. En als voorzitter zeg jij, dit seizoen behoud in derde, blijft het streefdoel? Ja, ik blijf erbij. En ik acht dat nog mogelijk ook. Maar het wordt wel een zeer zware job, hè? Het wordt heel zwaar, ja. Maar moeilijk kan ook. Hè. Zonder centen, zonder versterking, zelfs onhaalbaar. Hè? Ja, als we dat niet halen, dan moeten we zeggen, ja, dan is het seizoen gedaan in feite. Hè. En dan weet ik zelfs niet of dat we het seizoen gaan uitspelen. Moesten we geen financiële ondersteuning krijgen. Maar dat zie je nu toch nog niet in. Ik bedoel, zo somber zie je het nu toch nog niet in. In de zin van, als het echt niet lukt, centen is boeken dicht. Ja, op een zeker moment moet je verantwoordelijkheid nemen. En dan moet je zeggen, ja, ofwel sluiten we de zaak af, ofwel ga ik mijn eigen huis verkopen om dat te kunnen dekken. Sorry, maar dan is de keuze gemaakt. Hè. Als een goede huisvader proberen de boel te blijven redden, op een gegeven moment stopt dat ook, wil je eigenlijk zeggen. Hè? Ja, ik zal zo lang als dat mogelijk is voor die club blijven ijveren. En mij inzetten, dag en nacht. Maar dat zijn natuurlijk grenzen. En als je ziet dat het financieel niet kan, dan heb je niet alleen de verantwoordelijkheid, maar ook de plicht om ten overstaan van de leveranciers en zo. Ik wil die mensen morgen allemaal nog in de ogen kunnen kijken. Natuurlijk, maar dan kom ik een beetje terug bij mijn fetisch. Ja, voetbal, één verhaal in turn-out. Op lange termijn moeten we daar niet naar terug? Voetbal, één verhaal in turn-out. Sponsors die met hun kapitaal moeten kiezen tussen vijf verenigingen in turn-out. Dat blijft toch niet haalbaar? Ik heb de vorige keer daarop geantwoord dat ik bereid ben om aan tafel te gaan zitten. En ik ben dat nog altijd. Dus dat zal niet makkelijk zijn, maar ik ben daartoe bereid. Zelfs indien wij morgen een sponsor zouden vinden. Dat is goed nieuws. Ik hoop dat de mensen van, laten we zeggen, de andere kant dan ook het interview bekijken. En ik wens KV het allerbeste na de winterstop. En chapeau dat je het volhoudt, Marcel. Ja, we doen ons best. En er is geen keuze op dit ogenblik. Je bent een koppige Kempenaar. Nee. Dat is een voordeel in deze. Nee? Je bent een koppige Kempenaar, dat is een voordeel. Ik heb nog nooit in mijn leven iets opgegeven waar ik in geloof. Ik blijf erin geloven. Maar ja, op een zeker moment is de realiteit misschien sterker dan het geloof. Oké, toch het beste, Marcel. Ja. Bink TV. Internettelevisie op zijn turnouts. Just Bink It. Just Blink It.